ik ben Mark Lambrechts inderdaad en ik ben hier samen met mijn vriendin Ilona Dekkers. Wij komen uit Veghel en wij kamperen nu al een jaar of 7, 8. En we hebben voor deze mooie camping gekozen inderdaad, De La Rue. Vandaag hebben we in ieder geval Woudrichem in ieder geval bezocht. Werkendam, daar wilden we ook naartoe gaan. We zijn door Sleewijk zijn we net heen gefietsen. Ook een heel mooi, mooi stadje of dorpje. Ja, ik weet niet, stadje, dorpje. Ja. Maar we willen zeker het Biespotstuk zo meteen nog meer gaan verkennen inderdaad. We hebben wel wat fietsroutes, die hadden we hier uitgedokterd. Maar, ik weet niet hoe die dorpjes allemaal precies heten, joh. Maar daar wilden we in ieder geval wel langs gaan. Tips voor andere toeristen. Nou, ik moet wel zeggen, we hebben gisteren hier op de camping die saté-schotel en die schnitzel gegeten. Nou, dat restaurantje, dat was toch wel echt heel lekker. Ja, dat is lekker. Ja, mooie aanvulling ook. Ik bedoel, het is niet verplicht voor ons op campings om het te hebben, maar het was echt wel een mooie aanvulling. Gemoedelijke sfeer, lekker eten, dus dat vonden we zeker geweldig. En ja, goed, de camping, als je hier kijkt, rust en je hebt hier de dieren bij voor de deur, dus zeg, we gewoon genieten hier. Ja. Ik ben Mieke Boogaas uit Hapert, Noord-Brabant ook. En wij trekken er regelmatig met de camper op uit. We zijn nu op Oldershof gearriveerd. Hartstikke leuke camping. Via de hobby van mijn man, die doet aan modelvliegen. Dus we staan hier vlakbij op een veld, zijn we heel de middag geweest. En dat is ontzettend leuk, we vermaken ons hier wel. Nou, vooral door de omgeving om lekker te fietsen. En je hebt hier heel mooie uitspanningen om lekker te eten en op het terras te zitten. Maar vooral ook de fietstochten over de dijken en langs het water, dat is erg leuk. Het zijn hele lange, wel lange wegen, maar geen probleem om te fietsen. Goeie, echt wel lekker. Ja, echt aan te bevelen. Woon in Dalfs, maar wij zijn nu hier op camping De Knotwilg in Werkendam. Dat is een kilometer of 7 eigenlijk ten westen van Werkendam. En helemaal midden in de natuur, een nieuw natuurgebied, de Noordwaard tegen de Biesbos aan. En ik zit hier uit te kijken op een watervlakte wat een jaar of 10 geleden gewoon nog maïsveld was. Het is een natuurcamping. Een camping met een hoofdletter N. Er zijn hier op de camping hele grote plaatsen, dus dat is ook genieten. En wat kunnen wij hier zien? Nou, we zijn hier van 's morgens vroeg tot 's avonds laat en zelfs 's nachts kunnen we genieten hier van de natuur, vooral de dieren. 's Nachts de ganzen die hier op het, op het wat zitten. Die heel rustig aan het praten zijn met elkaar. Maar 's morgens vroeg zien we hier vlak voor onze tent, zien we hier de brandganzen heerlijk grazen. En er komen 's morgens enorme groepen ganzen komen eraan. Ja, en dan is het opletten als het op een gegeven moment daar paniek in de tent is. Want dan is het heel goed mogelijk dat daar boven de zeearend vliegt. Nou, we hebben de verrekijker hebben we bij de hand. Want als dat aan de hand is, willen we meteen zien van hoe dat er allemaal mooi uitziet. Wij komen denk ik al een jaar of 10 hier, elk jaar, omdat hier prachtig tot rust komen is. Hè. Het publiek wat hier is, er zijn hier heel veel tenten ook. Het zijn allemaal rustzoekers. Je hoort hier geen radio of wat dan ook. Kinderspeelgoed hebben ze niet. Dus het is een camping om gewoon voor de rustzoekers te genieten. En als je hier komt,
twee dingen meenemen. Zorg dat je je fiets bij je hebt, want je kunt hier in de wijde omtrek prachtige fietstochten maken. En neem de verrekijker mee, want die dieren die zie je ook in de verte met de verrekijker gewoon heel mooi. Dus ik zou zeggen, doen, maar niet te veel, want anders is de rust misschien voorbij.